Nou, dan kom je thuis met je takken en je goede gedrag. Goedemorgen. Oh ja, ik ben wel scherp. Het is woensdag en ik ben mijn spullen aan het inpakken. Zo Sarah even naar school brengen. En het is echt lekker zonnig buiten. Daar ben ik blij om, want gisteren vond ik het niet zo lekker weer. Vandaag gaan we leuk paasje sieren. Daar heb ik echt wel zin in. Oh ja, ik moet even mijn ouders appen. Want die hebben zo'n boom met van die takken. Of ik ze daar kan halen. Dat moet ik niet vergeten. Maar nu even opschieten. Ik ben weer thuis en het was zo lekker. Dus ik heb er echt van genoten. Nu even snel rommelen in huis. Sarah heeft een korte dag op school. Dus moet ze ook weer ophalen. Dus dat ga ik allemaal even snel doen. En ik heb die paastakken geregeld. Dus dat gaan we na het school doen. En ik vind het nog steeds helemaal leuk. Oh. Daar mag die weer. Ik vind het zo grappig. Sarah heeft rijstwafel gegeten. Dat vind ik altijd helemaal leuk doen. Kijk, hoe verdwijnt het zo. Gaat op dag. Moeilijk, hè? Oh, je kracht. Oh, je kracht. Daar heb ik een beetje voor. Er komt er een zaagmop. Schaar nummer 2. Ja? Een grote knipper. Die gaat wel. Ja, 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 je gaat. Kijk, ze kan het. Wauw. Nou, dan kom je thuis met je takken en je goede gedrag. En dan ziet je kind de vriendinnetjes buiten. En dus niks nu verseren. Maar dan doen we het straks. Want ze is lekker aan buiten spelen voor de deur. En het is heerlijk weer, dus dat moet ze ook vooral even lekker doen. Dus ik ga even mijn spullen opruimen. En ga wel de paar spullen vastpakken en dan doen we het strakjes. Onze paasserie is vandaag niet gelukt. Ik ben niet verder gekomen dan paastakken in een vaas te zetten. Maar goed, ik ga even snel editen. En ik heb geleerd dat ik niet meer ga verwijderen. Voordat ik alles binnen gehaald. Dat is denk ik een beter idee. En, want die vlog kwam vandaag online. Dat was precies een week geleden. En dan ga ik denk ik nog even kijken of ik een paar fotootjes kan doen. Want ik heb het snijapparaat vandaag weer opnieuw geleend. Mijn broertje en ik hebben hem elke keer allebei nodig. Dus hij gaat nu heen en weer tussen ons. En als ik zo ga zitten, dan zien jullie mij ook. En even denken. Vrijdag gaat hij weer naar hem toe, dus maar morgen heb ik ook afspraken en vrijdag ook. Dus ik kan eigenlijk alleen vanavond even een klein stukje doen. En misschien morgenmiddag even een klein beetje. En vrijdag ben ik druk en vrijdagavond gaat hij weer terug. En ik heb besloten dat ik het alleen nog met de snijapparaat ga doen. Want dan ben ik gewoon zoveel sneller. Anders is het helemaal moeilijk te doen om dingen netjes te knippen. En met de snijapparaat, fup, klaar. Dus maar eerst even editen, want dat moet ook gebeuren. Nou, dat heb ik ook weer gedaan. Dus nu even snel proberen om dit fotoalbum weer in de kast te krijgen. En dat gaat natuurlijk niet, omdat deze eigenlijk net te groot is. Dus hij moet schuin. Laat het me lukken vandaag. Nou, ik heb een keer geluk. Normaal heb ik er lange ruzie mee. Ik heb echt heel weinig fotootjes, maar er zit in ieder geval net even wat in. En ik ga even de kamer opruimen, want ik wil zo lekker naar mijn bed. En daar gaat mijn nieuwe vriend weer, als die aangaat. Ga maar weer je werk doen. En jullie zien hem niet, want voor mij is het heel licht, maar af en toe pakt die camera het gewoon niet. Dus kijk, zo licht is het. Echt, het slaat helemaal nergens op. Maar in ieder geval, ik ga naar mijn bed. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dat is gratis en daar maak je me heel blij mee. Duimpjes ook. En dan zie ik je morgen. Doei doei!